ik ga een eigen docu maken. En de cameraman zit ook nog eens achterin. En ik denk echt dat vrouwen die zwanger zijn, dit echt begrijpen. Jeetje, er wordt steeds groter, hè, die buik. Geen schoenen aan te doen. Je bent vergeten schoenen aan te doen. Ja, ik had al slippers aan en ik ben gewoon zo naar buiten gewandeld, zeg maar. Ik heb daar vaker last van. Nee. Dit is echt de natte droom van elke zwangere vrouw. Hallo jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb vandaag echt iets superleuks gedaan. Ik heb een bevallingsplan gemaakt. Maar ik heb het niet gefilmd. En dan zou je echt denken, van, waarom zou je dat niet doen? Why the fuck zou je dat niet doen? Nou, ik heb nog een keer leuk nieuws. Wacht even. Ik ga een eigen docu maken. En de cameraman zit ook nog eens achterin. En ik heb naar mijn moeder gebeld om een beetje... Ja, te vragen naar haar bevalling, hoe dat is gegaan, hoe lang het heeft geduurd. En ze heeft dus bij Angelique een stuk uit de hoofd gesneden. Om te kijken, of het met de baby goed gaat, hartslag en zo. Ik wist niet eens dat het kon. Maar bij mijn bevallingsplan heb ik echt veel geleerd. En ik ga nu naar werk. Dus ik neem jullie gezellig mee. Let's go. En dan in hoeks. Maar jongens, aan het werk. Je kan niet zoeken in die map, dus je moet... Ik heb even een lekkere lolly gepakt. We zijn weer boodschappen gedaan. En we zijn met Noordin. Ik ben blij dat je er weer bent, Von. Ja, en jongens, even allemaal respect in de comments voor Noordin. Want hij staat vast de hele maand. Dus ja. Het is niet dat hij een paar dagen meet, maar gewoon de hele maand. En hoe verloopt het tot nu toe? Tot nu toe is goed te doen. Meestal rond een beetje rond uurtje of 2, 3 zijn een beetje die moeilijke uren dat je echt dorst of wat meer trek begint te krijgen. Ja. Maar ik voel me eigenlijk best goed, best fit. En het is ook een goede maand waarin je dan weer leert van hoe blij je eigenlijk moet zijn met de normale dingen. Dus dat ik gewoon eten en drinken, hoe... Ja, dat je dat gewoon altijd ter beschikking hebt en zo. Ja, eigenlijk is dat super luxe natuurlijk, maar dan sta je nooit meer stil. Ja. Dus het is nou goed hoor. Een hele goede maand. En... hij gaat straks bij mensen eten om het iftar, om het vast te verbreken. Ja. Alleen hij wil niet met lege handen komen, wat ik begrijp. Dus ik zei van ja, ik ken wel een goede groothandel. Tropical Dreamer, jullie weten, ik kom daar kapot vaak. En de eigenaar is ook Marokkaans, dus hij kan Noordin, ik wou zeggen Bilal. Waarom wou ik dat nou weer zeggen? Sorry. Dus hij kan Noordin sowieso wel helpen met, dat hij niet met lege handen aankomt. Dus straks na de show, dan gaan we even daarheen en dan neem ik jullie mee. En dan laat ik jullie ook gelijk zien wat ze daar allemaal hebben. Ik ben nu onderweg naar Tropical Dreamo. Oh, ik ben wel heel erg belicht. En Noorden liet me dus net lachen. Ik heb nu, als ik lach, ik plas direct. Het is zo irritant. Ik heb gewoon net in mijn broek geplast. En ik denk echt dat vrouwen die zwanger zijn, dit echt begrijpen. Of niezen. Echt waar. Ik draag nu zeg maar echt 3-dubbele maatverband. Zeg maar echt zulke dikke. Maar bij elke poep en scheet lach ik. En dan lekt het gewoon naar beneden. Ja, echt erg. Ik vraag me echt af of iedereen dit heeft die zwanger is. Dat is de eerste keer dat Morden dit allemaal ziet. Caramel Oreo. Ziet er goed uit. Nog 1 uur. Nog 1 uur zie je. Misschien kan je lumpia's halen. Die zijn ook wel lekker hoor. Die gaat trouwens ook even meenemen. Echt lumpia. Was het in kip of zo? Ja, je hebt kip en vega. Een hele zak jongens. Voor 8,50 euro. En alles is... Zal ik meenemen gewoon of niet? Je lijkt op die meme met die telefoon. Kip en lumpia's, vega... Hey, deze zou vanmiddag gegeten. Nee, nog nooit gegeten. Nee? Crackle. Dat klinkt niet goed hoor. Hij is open. Iemand ging even proeven. Nou, ik ben net thuis gekomen. En ik zeg jullie eerlijk, koken gaat eigenlijk wel weer. Die geur van ui en knoflook kan ik nog net weer verdragen, zeg maar. Dus ik ga nu even een lasagne maken. En dan is mijn dag alweer voorbij. Het was vandaag echt een hele drukke, intensieve dag. Maar ik heb niet veel gefilmd, omdat ik dacht van ja, ik ben die docu aan het maken. Het is een beetje onnodig om dubbel beeld te maken. Dus
Nou, ik ga maar even opschieten, want ik ben echt aan het vertragen. En dan laat ik jullie straks die eindresult zien. Ja, jongens. Mijn lasagne. Lasagne. Daf is nu aan het kijken naar welk land we kunnen gaan. Welk land we onveilig kunnen maken, want we willen op vacation. Hallo jongens, het is de volgende dag. Ik ben even bezig met mijn haar. Ondertussen had ik ook even mijn pakketje snel gedaan. Nu even snel eten maken en dan weer richting werk. Eetje, hij wordt steeds groter hè, die buik. Mijn lichaam lijkt echt op een vraagteken. Ik ben nu onderweg naar werk. Wat eten voor mezelf meegenomen. En ik was dus gisteren bij Triple Dream, wat ook had jullie gezegd. Of ik had jullie laten zien. En dit is gewoon echt mijn all-time favorite, man. Die met Oreo is ook echt lekker. Maar ik dacht, laat me niet gierig doen en gewoon één zak halen. Want ik weet het niet. Ik heb geen zoete cravings. Maar dit was gewoon al mijn all-time favorite. Al voordat ik Preggyzilla was. Dus ik dacht, ik moet gewoon één zak meenemen. En ik vraag op Snapchat ook vaak de vraag van, kan je gewoon binnenlopen? Is het ook voor particulier of alleen zakelijk? Je kan gewoon altijd binnenlopen. Zonder afspraak, met afspraak. Ze hebben nu ook een vestiging in Rotterdam. Maar let op, Rotterdam is alleen afhalen. Dus ja, check dat sowieso. Het heet Tropical Dreamo. Kijk even op internet wat het adres is. Nou, waren het ook een beetje de vragen? Ja. Drinken is heel goedkoop als je zeg maar bulk inkoopt. Dus heb je een bedrijf of een restaurant, dan kan je echt het beste daarin kopen. En die kip, echt waar, het is zo lekker. Echt, het is gewoon veel beter dan KFC. En ik vind dat je gewoon één keertje moet hebben uitgeprobeerd daar, die kip. Nou, dat was het voor de rest. Beseffen jullie hoe hype ik word als ik praat over eten? Dat is niet normaal. Dit is mijn look van today. Ik heb gewoon een simpele jurk aan. Milf look. Gewoon een simpele jurk. Ik ben vergeten schoenen aan te doen. Je bent vergeten schoenen aan te doen? Ja, ik had al slippers aan en ik ben gewoon zo naar buiten gewandeld, zeg maar. Ik heb daar vaak last van. Dat is wel de minste dingen waar je last van hebt. Ja, ik ben ook heel vergeetachtig. Dit is gewoon drie. Precies, en bij Funix kan dat gelukkig. Ik ben blij dat ik hier werk. Gelukkig, ik ook. Anders was ik al lang ontslagen, ook vorige keer dat ik in de pyjama kwam. Ben je nou een keer in je pyjama gekomen? Ja, in die onesie toch? Oh ja, die was echt schandalig. Dat was vorige week maandag. Ja, bij Sander had ik dat vaker, zeg maar. Dat ik echt... Met mij heb je vaker dat je er goed uit moet zien. Nee. Het is meer dat Davinio had gezegd van je moet echt minder als een zwerver eruit zien, want hij vond het niet leuk. Hij zei, maar dat is toch moeilijk? Ik voel die struggle echt. Ja, je hebt inderdaad ook, jij connect ook heel goed met die zwerver look van jou. Weet je hoe lekker dat is? Gewoon zonder make-up, lekker vroes. Ja, ik zit hier ook in mijn eentje. Dus ik denk ook, ja, ik ga letterlijk mijn deur uit om hier vervolgens mijn deur. In mijn eentje te zitten. Zo gaat dat, hè? Niemand ziet mij, dus ja, voor wat? Nou, je bent buiten hoor. Doe niet alsof... Dan gaat ze zijn maar heilig. Ik vind het wel raar dat Imani nog steeds single is. Ik ga jullie even Imani laten zien. Nee, maar ik zie er niet uit. Maar uiterlijk inderdaad. Maar als je er wat beter kent... Ach, hou toch eens even je mond. Als je beter kent, dan... Nou ja. Qua uiterlijk denk je, nou, dat is te doen. Maar dat leer je innerlijk kennen. En dan ben je echt zo toxic? Nee, dat is echt niet. Ik geloof het niet. En toxic gewoon heel dramatisch, heel emotioneel. Nee, je lijkt me wel dat als je zeg maar een discussie met de jongen hebt, dat je wel echt heel heftig kan zijn. Ja, zeker. Ik kan ook wel heftig zijn. Ben je zo iemand die zeg maar lange teksten stuurt, zeg maar, als ruzie? Oh, vreselijk. Ja, dat begrijp ik het wel. Maar ja, aan de andere kant, ik weet het niet. Ik ben al 3 jaar single, dus... Wil ik het nog uithouden hier, maar ja, jij hebt een verhaal van ons. En ja, het is niet duidelijk over wie het gaat, hè, Von? Nee, inderdaad. Daarom mag Doen je ook vragen aan ons stellen. Alle 2 één vraag. Kunnen wij ze weer op het verkeerde been? Kunnen wij jou op het verkeerde been zetten? Nou, Doen je, wat is het verhaal voor vandaag? Het verhaal van vandaag is... Ik heb ooit in de rij gestaan voor een foto met Jay Johnson. Nordin. Ja. Hoe lang stond je in de rij? 2 uur.
2 uur lang heb jij gewacht op een foto van Jay. Mm-hmm. Ik was ook nog wel heel jong. Hoe jong? 11. Eén vraag, hè? Oh, shit. Dit wordt gewoon een hele ondervraging. Oké. Wanneer was dit, Vonneke, en waarom wilde je op de foto met Jay? 2 vragen weer. Ja, vind ik eigenlijk ook. Waarom wilde je de foto met Jay? Oké, wanneer was dit? 2012, 2013. En waarom wilde ik een foto met hem? Omdat hij bij het winkelcentrum in mijn wijk had hij een meet and greet. Maar er stond echt een hele lange rij. En ik dacht, ik moet gewoon een foto met hem. Oké, daar heb ik vrouw ook niks meer te zeggen. Hoe did it? Ja, laat het even weten via de Funnix app. Was ik het? Of was het Noordin? Laat het weten. En wie weet maak je kans op een goodie bag. Vonneke. Ja. Is dat antwoord dat Arie geeft ook het goede antwoord? Zo ja, dan wint Arie een goodie bag. Het antwoord dat is... Nee. Goed. Ja. Nou, goed geraden. Ja, hij was dus bij een schoenenwinkel. En hij had een meet and greet. En ik kwam van school. En ik dacht, ja, ik moet gewoon die foto hebben. Ik luister altijd naar zijn tunes vroeger en nu is hij gewoon een collega van ons. Je ja. Ziet maar hoe bijzonder het leven kan lopen, hè? Echt, hè? Nou, jongens, bij mij kan het altijd van 100 naar gelijk 0 gaan. Ik heb mijn make-up weggehaald, mijn haar in een bonnet. En ik heb de skincare van Benefit gebruikt. Die heb ik volgens mij niet eens laten zien dat ik die binnen had gekregen. Ik kan jullie wel even laten zien. Ik zeg je eerlijk, ik heb zeg maar een standaard skincare routine van Delia Skin. En ik wist niet of deze goed zou werken, maar je merkt wel echt dat je poriën echt ervan weggaan. Nou, ik heb nu deze tube gebruikt. Dit is een masker en dit is dus ook een masker. Dit is de Deep Retreat. En dit zijn allemaal zeg maar om je gezicht te reinigen. Dus deze heb ik... dat is gewoon blauw op mijn gezicht. Oh, je ziet niet goed het verschil. Hier heb ik de blauwe gedaan. En hier zo, waar ik veel porie heb, dat potje, dat paarse potje. Ik ben even snel eten aan het maken voor Daf, want hij had honger gekregen. En dan ga ik slapen en dan morgen weer vroeg op. Dus, wow, dat is ineens heel donker. Wow, lijkt op glow in the dark. Nou, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen jongens. Nou, ik lijk echt op iemand die net... is ontslagen uit de Jilla. Maar ik wil even jullie laten zien gewoon dat mijn huis vibe is. En mijn zoontje de kamer. Ik vind het gewoon zo... Ik word er gewoon helemaal vrolijk van. Hier zijn we in zijn garage. Hij heeft 2 waggies, hè. Een AMG en een G-Wagon. Wild La Wow. De video heeft hier een zwarte kast gezet met nijntjes spullen. En we hebben ook onze... kinderwagen al van Duna. En deze hebben we gekregen van gewoon Milla en Suwad. Echt super lief. Ze zouden naar onze gender review party komen, maar ze hadden het helaas niet gehaald. In verband met oppas. Dus dat is wel jammer. Maar ze hebben achteraf nog deze kinderwagen gestuurd. Dus dat is echt super lief. En Daf heeft gisteren een kast gehaald. Want we hebben die commode. Maar die zit gewoon al helemaal vol met die kleren. En wat echt super lief is van Davinius moeder, die heeft alle kleren al gewassen. Dus die komt ze straks brengen en die gaan we dan in de kast doen. Nou, ik ga die kast niet in elkaar zetten hoor. Dat gaat Davinio lekker doen. Ik ben ook echt niet handig met dat soort dingen. Ik had geprobeerd dat bedje in elkaar te zetten. Omdat dat helemaal schots en scheef. En toen had Davinius moeder het weer voor me recht gezet. Probleem in mijn woning en dat is zo irritant. De ventilatie in mijn badkamer. Kijk, we hadden dus geklaagd dat er geen ventilatie is. Toen heeft een man een hele buis hier opgehangen. Die het vervolgens gewoon niet doet. En waar de ventilatie het meest nodig is natuurlijk als je aan het douchen bent. En dat hebben wij dus niet. Kijk, hierboven zie je ook gewoon één stip. Ik weet ook niet wat daar ooit heeft gezeten. Maar omdat hier dus geen ventilatie is, hebben wij dus heel veel schimmel. Kijk, daar hebben we allemaal schimmel. Hier op de grond ergens. Ja, hier die zwarte stipjes. Ik weet niet of je het goed ziet. En hierboven. Allemaal schimmel. En vandaag gaan we het weg laten halen. Hallo? Wat? Vandaag ga je? Die schimmel weg laten halen. Oh, ja. Die schimmel.
meest vrolijke wezen in de hele wereld, mijn dochter Peanut. Pini! Oh mijn god, waarom ben je zo schattig? Waarom ben je zo schattig? Hoe kan dat? Ik snap het niet. Je bent zo schattig. Ik hou van jou. Mijn lieve klein baby. Hey, woeie. Ik ga maar, doei. Liefde is zo moeilijk soms. We zijn nu bezig in de badkamer om het te reinigen. Maar ik moet nu ook weg naar Fais. Om het interview te checken of ik het goed vind. Dus ik heb nu geen tijd om de after te filmen. En ik heb de gratis blije doos opgehaald. Alles wat gratis is, is oké. Ik ben er zo blij mee met gratis dingen. En ik ben benieuwd wat erin zit. Kijk hoor, dat moet. Ah, dan maak ik het weer helemaal onhandig open natuurlijk. Ja, wat schattig joh. Een lijntje in het, een flesje, een adventfles. Een speen. Een spablauw. Pampers. En sokkies. Nou, wat leuk. Nou, we zitten gewoon rustig de aflevering te gaan kijken van Fives, mijn interview. Zie ik opeens een kleine muis rennen. En nu zijn er achteraan aan het rennen en nu is hij deze kant op gerend. Nou, lekker dan. Nou, hij is wel klein, dus dat maakt het ook. Hey guys, ik kom net terug van Fais. Trouwens, gisteren deze gekocht. Hij ruikt echt kapot lekker. Fruit cocktail. Kan je halen bij de tank Shuni. Ik heb van Fais een babyrompertje gekregen. Kijk hoe schattig. Oh mijn god, te cute. En vorige keer had ik een paar shirtjes meegekregen. Maar stiekem wou ik deze. En die heb ik nu gekregen, want ik ging erom vragen. Echt zielig. Maar dit Fais shirt. Oh, helemaal blij mee. In XL, hè. Want jullie weten, Biggie Beren. Nou, ik ben op tijd voor werk. Dat maak je ook niet vaak mee. Dus ik zit te denken, kan ik nog iets nuttigs doen met mijn tijd? Ik ben nu midden in de stad van Amsterdam. Nou, ik zou echt niet weten wat ik zou moeten doen. Ja, eten halen, maar ja, wat? Er is hier te veel keuze. En ook als ik op werk ben. Het is echt bij de Piet Hein daar zo. En er is zoveel keus voor eten. Dat ik altijd keuzestress heb. Dat ik denk van, wat ga ik halen? Maar ja, in ieder geval. Ik ga denk ik nu gewoon naar werk rijden. En dan maar de show voorbereiden. En dan zie ik jullie straks bij Fenix. Nog een kwartiertje, dan zijn we klaar. Yes, kwartiertje zijn we klaar. Daarna gaan we weer naar Tropical Dreamo. Want ik had dus eergisteren gezegd dat ik echt zo'n lijpe craving had naar Tribeca. En hij belde mij dus, die man van Tropical Dreamo. En hij zei, ik heb gewoon koekjes voor jou. All the way from Morocco. Oh my god. Morocco. Maghrebi. Dus ik dacht, ja, ik moet nu gaan. Dus ik ga straks lekker mijn koekjes ophalen. En Noorden, jij had daar die Amerikaanse donuts gehaald, ja, toch? Heel goed bevallen. We zijn die iftar gegaan met een kilo kip van Vonneke. Die was wat minder bevallen. Die kon ik thuis laten. Maar die koekje of die donuts, die ik ben gebeld dat ze weer moest halen. Ja, ik moest ze weer halen vandaag. Ja, dus jij bent nu eigenlijk op een job gezet. Ja. Op een job gezet. Ja, er waren dus heel veel vragen ook op Snapchat van is het voor particulier of alleen zakelijk en moet je een afspraak hebben? Je kan gewoon altijd er naartoe gaan zonder afspraak. Zakelijk of particulier, maakt niet uit. Ja, de website van hun doet het ook weer, tropicaldreamer.nl. En ze hebben ook een vestiging in Rotterdam, maar dat is alleen voor ophalen. Dus stel je wilt iets bestellen, je wilt ophalen, dan kan dat in Rotterdam. Maar ze hebben niet zeg maar zo'n grote loods als in Amsterdam, waar ik altijd ga. Ze hebben echt chillen dingen die je eigenlijk ja, alles ziet. Ja, Amerikaanse snoep, bijvoorbeeld die M&M popcorn. Ik heb gewoon twee zakken opgevreten in één dag, hè. Heb je die Oreo nou genomen of niet? En jij volgens mij, jij hebt ook die loempia's van mij gegeten. Helemaal niet. Ik had ook een zak loempia's van mezelf. Maar die laatste zak Oreo. Ja, maar die loempia's die liggen niet in mijn auto. Nou, daar heb ik die loempia's. Ja, daar heb ik jou voor. Toen heb je er helemaal overheen geluld. Nee, ik zei ik heb ze niet. Maar is goed, ik hou wel nieuw voor je. Kijk jongens.
Helemaal all the way van Marokko. Nee. The way to my heart. Ga je dat doen? Nou jongens, voor de tweede keer in een week met Tropical Dreamo. Ik neem nog één zak mee. Want gisteren heb ik gewoon twee zakken in één keer gevuld. Nee. Dit is echt de natte droom van elke zwangere vrouw. Pickles! Ja, deze moet ik echt even meenemen. Wat is hier zo lekker aan? Dit is een mega, mega augurk. Ja. Is dit van vroeger? Ja, nerds. Nee, die headdingen. Warheads. Ken je deze nog? Nee. Die zijn gewoon van deze tijd hoor. Ik weet niet wat met jou is. Nou, in ieder geval jongens, ik ben geslaagd met Chewbacca. Ik heb popcorn en een grote pickle. Hey jongens, goedemorgen. Ik heb vandaag eindelijk kunnen doorslapen zonder te plassen. En daar ben ik echt zo blij mee. Echt waar. En nu ga ik even mijn make-up doen. Ik ben net wakker. Misschien zie je dat ook wel. Ik heb wel gedoucht. Dat wel. Ik ga even make-up doen. En na werk gaan we filmen over mijn docu. Dus na werk moet ik even mezelf dienst vermaken voor 2 uurtjes. En ja, dus ik denk dat ik even tussendoor even wat ga eten of zo. En dan gaan we filmen op de kermis. Want het gaat over mijn jeugd. En ik was daar vroeger ook best wel vaak. En toevallig is er nu kermis. Dus gaan we daar filmen. Nou, ik zit nu in de auto. Ik ga nu naar werk. Het waaide zo hard dat het letterlijk mijn haar helemaal heeft opgefokt. Ik had het echt mooi gedaan. Maar deze kwaliteit van, dit haar is ook echt zo bar slecht. Als ik het krul, dan is het echt binnen 1 seconde eruit. Het is echt, lijkt op synthetisch haar. Maar in ieder geval, nu naar werk rijden. Ik heb echt kapot veel snoep meegenomen. En ik besef dat ik helemaal nog niks heb normaal gegeten, broodje of zo. Dus dat moet ik ook maar eventjes even iets halen of zo. Nou, ik heb net een broodje gehad bij de Shell, bij die afslag van Almere Amsterdam. Een broodje roomkaas gehaald. En die medewerkers waren gewoon echt heel lief. Weet niet, soms herkennen mensen je, maar soms geven ze ook echt complimenten van wat je doet is echt hard en blijf zo doorgaan. En dat maakt echt mijn dag. Sommige mensen denken dat ze me ermee irriteren. Wel als mensen te lang door blijven praten, maar dat was in ieder geval niet het geval. Maar ik vind het wel echt heel lief, je weet toch, als mensen me daarmee complimenteren. Want voor mezelf ben ik gewoon, ik doe gewoon wat ik moet doen, zeg maar. Maar bij heel veel mensen zeggen ze ook van, je maakt echt mijn dag met je video's. En daar word ik echt gewoon heel gelukkig van. Nou, ik ga denk ik maar even mijn broodje opeten. Wow, yo, hey, mensen kunnen echt geen fucking auto rijden. Mensen zetten de richting aan voordat ze überhaupt kijken met hun koulof. Ze komen er weer aan, de belangrijkste muziekprijzen van Nederland, de Phonics Music Awards. Om cirkel 25 mei alvast in je agenda, want dit jaar vieren we 10 jaar Phonics Music Awards. En dat wil je natuurlijk niet missen, want ik en Noorden zijn erbij. Dus dan wil je er sowieso bij zijn. Sowieso niet worden. En daarom gaan we jou blij maken met gratis tickets. We gaan het spel met je spelen, 10 Year Time Machine. En daarvoor moet je veel muziekkennis hebben. Wil je meedoen, stuur dan alvast het cijfer 10 in de Phonics app. Hey guys, het is 11:30. Ik heb echt een hele lange dag gehad vandaag. Van 3 uur tot 11:30. Ik ben kapot, man. Ik heb niet gefilmd tijdens het filmen van de docu, dus ik zet hier wel even een paar leuke foto's tussendoor. We hebben echt 4 uurtjes gefilmd op de kermis en het waren echt allemaal sfeershots. En het was echt kapot koud, ik had echt een dikkere jas aan moeten doen. Ik heb de hele tijd hierin gelopen. Maar in de middag was het dus lekker warm, 16, 17 graden. En nu is het gewoon... Oh, stel dat het 12 graden is. Maar in ieder geval was heel veel wind, waardoor het dus kouder was. Maar in ieder geval, het zag er heel dik uit. Oh mijn god, ik ga echt douchen en gelijk mijn bed inspringen. En dan deze vlog editen, want deze moet morgen alweer online. Dus dan heb ik dat gedaan. Ja, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Want wat ben je nou voor kijker? Huh?
Nee, ik vond het super leuk dat jullie er weer waren. En volgende week vrijdag ben ik weer met een nieuwe video. Zijn er nog leuke video's en video-ideeën die jullie hebben die ik kan maken voor jullie? Want ik ben een beetje inspiratieloos deze dagen. Dus, let me know. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!